Goeiedag, welkom bij de nieuwe 10-daagse weersverwachting van Weerplaza. De herfst nadert en dan zien we buiten duidelijk, met name in de nacht en ochtend, mooie zonsopkomsten, fraaie kleuren af en toe, maar de nachten worden ook duidelijk langer. En dat betekent dat zich gemakkelijker mist of laaghangende bewolking kan vormen. Dat zagen we gisteren al een beetje, maar vanochtend nog veel meer. Een groot deel van het land lag een groot deel van vanochtend onder de grijze bewolking. Dat loste pas rond het middaguur overal op en daarna brak de zon flink door. En dat zijn taferelen die we ook de komende dagen terug kunnen zien. Met name in de nacht en ochtend dus kans op grijze omstandigheden. Nou, verder is het heel rustig weer. De luchtdrukverdeling is, zoals we dat noemen, volledig geblokkeerd. Een krachtig hoge drukgebied ligt boven Scandinavië met een uitloper richting de Britse eilanden en de oceaan. En onder invloed daarvan staat bij ons een veelal oostelijke wind met de aanvoer van relatief droge lucht en behoorlijk warme lucht, zeker op wat grotere hoogte. Nou, langzamerhand gaat er wel wat veranderen, met name richting het weekend. Een lage drukgebiedje vormt zich bij Ierland en dat zorgt bij ons voor een toenemende kans op buien. Dat zal vooral vanaf zondag gaan gebeuren. Daarna draait de wind naar een zuidwestelijke richting en zien we een behoorlijk actief lage drukgebied naderen halverwege volgende week op de rand van de kaart. Die gaat ons volgende week woensdag of donderdag bereiken met een flinke portie regen en ook veel meer wind. Het nazomerweer raken we daarmee op de langere termijn dus kwijt. Maar tot die tijd is het overwegend droog en aangenaam warm overdag met temperaturen toch vaak ruim boven de 20 graden. Nou, dat geldt ook voor vanmiddag. Eind van de middag, temperaturen nog rond 22, 23 graden in het binnenland. Langs de kust is het wat minder warm. En daarbij zien we flink wat ruimte voor de zon. Nou, vanavond is het ook vrij helder, maar komende nacht vormt zich dan verspreid over het land weer wat mist of laaghangende bewolking. En daarbij daalt de temperatuur naar 12 tot 14 graden. En die lage bewolking kan morgen overdag weer lange tijd blijven hangen, zeker in het noorden en oosten van het land. Later, als de zon eenmaal is doorgebroken, stijgt de temperatuur naar een graad of 24. En dan komen vooral in het zuidoosten van het land stapelwolken tot ontwikkeling, die lokaal ook kunnen uitgroeien tot een stevige regen- of onweersbui. En dat zal vooral in Limburg of Oost-Brabant gebeuren. Elders blijft het droog en het is dus warm voor de tijd van het jaar. De wind komt uit het oosten tot noordoosten, is meest matig met kracht 3 tot 4. En we hebben dus met die warme luchtsoort te maken. Dat zien we ook mooi op deze animatie. Niet alleen bij ons, warme lucht. Maar een groot deel van Europa is geel tot oranje. Dat zijn de temperaturen op zo'n 1,5 kilometer hoogte. En die lucht wordt richting het weekend zelfs nog wat warmer in onze regio. En dat betekent dat we op een enkele plaats wel de 25 graden kunnen gaan bereiken. Dat zal vooral op vrijdag of zaterdag kunnen gebeuren. Daarna zien we dat lage drukgebied naderen en koelt de bovenlucht wat af. Met name in de loop van volgende week, dan krijgen we met dit gebied te maken. En dan worden de temperaturen dus een behoorlijk stuk lager ten opzichte van dit moment. Nou, kijken we dan eerst nog even naar het weer van vrijdag. Dan zien we opnieuw veel zonneschijn. De kans op mist en lage bewolking is duidelijk kleiner dan vandaag en ook morgen het geval is. Maar lokaal kan de dag nog wel grijs beginnen. 'S Middags veel zon en temperaturen van een graad of 23. Nou, de warmste dag wordt zaterdag met gemiddeld zo'n 24 graden. Maar in het zuiden en zuidoosten is een zomerse 25 mogelijk. Beduidend minder wind ook uit een oostelijke richting. En dat betekent dat het ook een stuk warmer zal aanvoelen. Nou, ook zondag is het nog warm met een graad of 23. Maar dan kan met name in het zuiden al een regen- of onweersbui vallen. En na het weekend neemt de buienkans overal toe. En gaat de temperatuur omlaag. Dat zien we ook mooi op de pluim terug. Tot en met maandag temperaturen van 20 graden of hoger. Maar daarna een gestage daling die volgende week doorzet. En in de loop van volgende week komen we dan toch niet veel hoger meer uit, is de verwachting nu, dan een graad of 15. En daarbij wordt het behoorlijk wisselvallig. Tot en met zondagmiddag is het droog. Daarna dus al in het zuiden en midden van het land een enkele regen- of onweersbui. Na het weekend en vooral dus volgende week woensdag, donderdag, vrijdag, als dat lage drukgebied passeert, een grote kans op buien. Dat kunnen soms forse buien zijn, met ook onweer daarbij en wellicht ook een keer veel wind. Er is dus herfstachtig weer op komst, maar deze week kunnen we nog genieten van de nazomer. Ik wens je nog een mooie dag.